Agathe, wat weet jij nog van het neergestorte vliegtuig boven het Nevelandje? Hoe oud was je toen? Ik was toen 13, 14, 15 jaar of zoiets. Want met 16 was de oorlog afgelopen. Dus ik zal 14, 15 jaar geweest zijn, denk ik. Toen ze al die bombardementen uitvoerden op Noord-Duitsland en op Midden-Duitsland en Zuid-Duitsland. Maar Noord-Duitsland, daar gingen de Engelse bommenwerpers over West-Friesland. En wij hoorden dus dat gezoem in de eerste uren van de nacht. Dan kon ik ook niet slapen. En vroeg in de morgen, heel vroeg, kwamen ze weer terug met hetzelfde gezoem. En dan werden ze altijd neergeschoten. Gelukkig nooit heen, want dan hadden ze natuurlijk bommen aan boord. En ik weet nog dat ik Duitse militairen, die normaal nooit over het water gingen, want dat vonden ze gevaarlijk, dat die toen gingen zoeken aan de overkant op de Weel naar papieren van de neergestorte mensen. Maar of. Maar welk vliegtuig hebben we het over? Die op de Nevel was neergestort? Dat is dat vliegtuig wat dus in, ja, ergens in aan de overkant van de Weel dus was neergestort. Dus misschien is dat Zwaarddijk Dat is geweest. Zwartdijk geweest. Ja, waar ook een kruis staat. Ja, in het land. In het land, denk ik. Maar die mensen die zochten ze dus aan de overkant op het land wat achter de Weel was. Ja, dat klopt. En weet je ook nog iets van dat vliegtuig wat in de Nevel is neergestort? Nee, dat weet ik niet. Ik herinner me alleen dat ik toen ik een keer in de Dorpsstraat liep, een piloot die gevangen was genomen, dus die een sigaret had met een. Waar die neergestort is, weet ik niet. Dat die piloot moest lopen door de Dorpsstraat, met een geweer van een Duitse soldaat in het vizier gehouden. En dat die moest lopen, ik denk, naar de gevangenis in Medemblik. Maar dat weet ik dus niet. Ik heb hem alleen in de Dorpsstraat zien lopen. En van had ik al meelij met hem. Ja. Maar het was. Misschien is die bij Beemsterwoe dan neergestort. Want dat was aan, nou ja, min of meer achter de Dorpsstraat. Aan het einde van de Dorpsstraat. Dat zal dan wel. Dat is 1942 geweest. 42 al. Oh, dat kan ook. Toen was ik dus. Ik ben van 9, 13. Ja, de meeste vliegtuigen die waren namelijk in het begin van de oorlog neergestort. Later. Ja, namen ze misschien toch andere routes of werden ze zelf vergezeld van nachtjagers? De meeste zijn in 1941-42 neergestort, Oh, voor zover ik weet. begonnen ze toen al te bombarderen? Dat weet ik niet. Ik vond het alleen altijd wonderlijk Ja, dat is 42 inderdaad dan waarschijnlijk dat ze begonnen met bombarderen. dat gelukkig, als ze dus de bommen bij zich hadden, nooit naar beneden gehaald werden, maar altijd terug. Dus de bommen waren eruit en zij vlogen dus terug. En dan werden ze altijd neergehaald. Of ze dan lager vlogen, dat weet ik niet. Geen idee. Maar verder weet ik eigenlijk, ja, van dat vliegtuig wat neerstortte dus in Zwaagdijk, dat weet ik nog. Maar verder niet. Dus ik vind het verwonderlijk dat er zoveel toestellen neergehaald zijn in West-Friesland. Misschien werd er niet over gesproken. Ja. Kan. Ja, er werd weinig eigenlijk over onderduikers en dergelijke. Want er zijn ook honderden onderduikers dus in Wervershoofd geweest. Dat weet ik niet. Jullie hadden ook een Wij hadden ook onderduiker. een onderduiker, ja. Pim, ja. En hoe lang is die bij jullie Twee geweest? jaar. Dus van 43 tot het einde van de Ja, oorlog. ja. Die werden opgeroepen dus voor de arbeidseinsatz in Duitsland. En dat wou Pim niet. Nou, die trokken dan naar West-Friesland. En meneer Langendijk, hoofd van het verzet, die kwam meteen 's avonds langs. Want ze moesten de jongens natuurlijk kwijt. Van, willen jullie een onderduiker nemen? Jouw opa en oma namen er één, naderhand werden het er Twee. twee. En wij namen er één, en bij Bakker hebben ze er één genomen. En verder toch, ja, nog wel een paar op de Neuvel ook. Commandeur, dacht ik. En Koopman, de Ja. boer. Jaap Koopman, de boer op het eind van de Neuvel. Er was er ook één, die is naderhand neergeschoten.
Ja, dat was, hoe heette die ook alweer? Kees? Kees heet hij. Kees, ja. Ja. Ja, die werd katholiek. Die werd katholiek en dan ben ik op eerste paasdag. En dat hebben ze natuurlijk geweten, verraad. Die hebben ze toen neergeschoten toen hij uit de kerk kwam. Hij wilde vluchten. Nou, dat helpt niet natuurlijk. Nee, bizar. Ja. En Simon Koopman, die de straat waar wij naderhand woonden heette Laagdijk vroeger. Toen is Simon Koopman ook tijdens een razzia, wilde hij ook, die woonde in de Simon Koopmanstraat, maar het was toen Laagdijk. Die wilde weglopen, want hij zag dat hij gevolgd werd en die is daar ook neergeschoten. En daarom is die straat naderhand naar hem genoemd, naar Simon Koopman. En jullie onderduiken, wat deed hij dan zo al 2 jaar lang? In de zomer ging hij met mijn vader naar het land. Dat was heel veilig, want de Duitsers kwamen niet door al die sloten heen, maar dat vonden ze gevaarlijk. Dus overdag was hij dan weg. En in de winter zat hij thuis, zat hij in de kamer te lezen. En was hij wel een beetje opgewekt of een beetje depressief? Nee, hij was niet depressief. Het was een hele beschaafde, rustige jongen, waar je eigenlijk helemaal geen last van had. Nee, want je Vol. wist ook niet hoe lang de oorlog zou duren. Nee. Nee, het werd 2 jaar dus. Dus 2 jaar. Ja. Maar mijn grootouders hebben die jongens van Osterhaus dus Weet ook ik. 2 jaar gehad. Ja. En dan notabene 2. En ze hadden Twee. 6 kinderen. Ja, kon allemaal Het kon daar. gewoon allemaal, Ja. hè? En hebben jullie naderhand nog contact gehad met jullie onderduiker? Ja. Nog lang tot mijn moeder stierf. Moet ik even nadenken. Mijn moeder stierf in 72. Toen stuurde hij een heel mooi boeket. Hij kwam niet naar de begrafenis. Nog van mijn vader, nog van mijn moeder, maar hij stuurde altijd hele mooie bloemen. En waar is hij gaan wonen? In Zeist. Met zijn vrouw en 2 kinderen. En ze zijn ook nog bij ons geweest toen we in de Simon Koopmanstraat woonden. En ik was getrouwd met Marcel. En wij hadden Moniekje. En zij hadden al 2 kinderen, Birgit en Laurent. En toen hebben we nog, zijn we, maar toen zijn wij verhuisd naar Breda. En zij gingen wonen toen hij gepensioneerd was in Portugal, omdat zij reuma had. En toen ze een keer in Nederland waren, want zij moest een heupoperatie ondergaan en dat deed ze liever hier. Toen vierden we het 50-jarig bestaan van de bevrijding in 45, 95. En toen kreeg ik een heel mooi boeket 's morgens aan de deur. En ik zei tegen de meneer Aarts, de bloemist: meneer, ik denk dat u hier niet goed bent, want wij vieren niets. Hij zegt: kijk maar eens op het kaartje, Pim. Dat hij zo dankbaar was dat hij dus de oorlog had overleefd dankzij mijn vader en moeder. En Zo. het adres van mij wist hij dankzij Piet. Zo. Pim. Daarna hebben we eigenlijk geen contact meer gehad. Nee, ja, kinderen worden groter, die hebben druk en weet ik wat, hè? En wij verhuisden natuurlijk van Breda weer naar Teteringen en zo. Dus. En toen hoorde ik via jouw vader op een bepaald moment dat Pim overleden was. En dat had hij weer gehoord via de dochter, Birgit. Want die had Piet zijn adres gevonden. Klopt, en die brief heb ik gevonden toen mijn vader overleed. En zo ben ik met Brigitte in contact gekomen. Ah. En ik heb Brigitte gemaild, want er was een mailadres. En zij wist eigenlijk ook, ze zegt, ik kan eigenlijk niet zoveel over die tijd vertellen. Maar er was een, ze zegt, mijn vader, die was gewoon, ja, die kon er niet zo goed over Nee. praten. Maar hij was denk ik een beetje verkikkerd op iemand daar uit de buurt. Ja, En die heette op Gitta. Gita komen. En daarom is zij Brigitta genoemd. Ze zegt, ik ben vernoemd naar dat buurmeisje waar hij toen zo verkikkerd op was. Zo zie je maar, hè? Hoeveel Ik impact wist dat dat hij heeft. gek was op Gita. Ze gingen ook wel eens samen iets doen, gezellig, met een stel dan, hè? Met andere vriendinnen en met andere onderduikers.
Maar ik heb nooit geweten dat Gitta genoemd is. Ze heette dus eerst ook Gitta, na de rand was het Brigitte. Ja. Ja. Dat wist ik niet. Nou, dat wist zij dus te vertellen. Oh, wat leuk. En dat ze dus, zeg maar, die 50-jarige bevrijding was, dat feest in Wervershoofd. Toen, ik weet niet of hij er geweest is, maar hij had wel een artikeltje in de Binding gestuurd. En dat heb ik van jou toen inderdaad nog gekregen. Ja. Waarin hij iedereen de groeten deed en bedankte. En bedankte, ja. Maar hoe heb je zelf de oorlog ervaren? Ik vond het angstig. Vooral die nachten. Ik kon niet slapen. Vanwege die bombardementen. En ik vond het toch angstig, want ja, je kon elk moment iemand in huis verwachten die Pim zocht of zoiets. Ik vond het angstig en je kon weinig. Hè. Ik was jong, ik was 11 toen de oorlog begon, bijna dezelfde maand. En 16. Dus je kon ook nergens naartoe om te studeren na de lagere school. Dus je bleef maar in het dorp, naar de huishoudschool en naar de naaischool, dat kon dan nog. Maar verder kon je niet naar de Mulo in Horen, want er was geen vervoer. Je kon niks. Nee, het is een beetje... Maar het was wel heel saamhorig allemaal. Iedereen hielp een ander. Dat vond ik wel het mooie. En het was een soort overleven, want je maakte van niks iets. Mijn moeder die maakte ook van niks iets. Kleding was er niet meer te koop. Dus je moest maar weer stukken ergens tussen zetten als je groter werd. Want dan kon je de jurk blijven dragen. En ik kreeg wel eens een jurk van een buurmeisje die eruit gegroeid was, was je dan heel blij mee. Maar het werd steeds minder. Hè? En je wist ook niet hoe lang het zou duren. En dat was het nare. En mijn broer had een hele grote kaart hangen in de kamer. Ik denk, nou, die moet ook niemand zien. En die werd met rood draad en met speldjes werd de toestand van de oorlog werd daarop vastgepind. Dus dan maar zeggen, ze kwamen tot Stalingrad, maar verder kwamen ze niet, de Duitsers. Dus ze schoven alsmaar terug, dan werd dus dat draad werd weer teruggestuurd. Want hij hoorde naar de Engelse radio bij een vriend onder de grond, op het eind van het dorp. Ging hij naartoe, dus hij wist wat er aan de hand was. Want voor de radio hoorde je natuurlijk niks, hoorde je alleen maar successen van de Duitsers. Maar via Korp hoorden wij dat wel, want Jan, zijn vriend, die had dus een echte radio en die had die onder de grond. En dan, ze gingen onder de grond en gingen ze dan luisteren. Wonderlijke dingen allemaal. Ja. En deed de coronatijd jou daar dan ook een beetje aan denken? Nee, ik was eigenlijk boos op mensen die zeiden van het lijkt wel oorlog. Ik denk, dan hebben jullie geen oorlog meegemaakt. Want we hebben eten en drinken in overvloed. We worden niet vervolgd, we worden niet achtervolgd. Er komen niet elke maand grote plakaten op borden van weer nieuwe verordeningen. Dat we zo laat binnen moeten zijn, tot zo laat. Dat we met 2 of 3 mensen niet meer bij elkaar mochten zijn, want dat waren dus groepen, dat mocht niet. Dat was hier wel in zekere zin, maar dit kon je niet vergelijken met oorlog. En wij wisten niet hoe lang het zou duren. En dit dacht je, nou, dit is na een jaar weer afgelopen. Dus je kon dit helemaal niet vergelijken met oorlog. En er was ook elke maand minder te koop. Naarmate de oorlog langer duurde. Op een eind was er niks meer. Je kon alleen nog ruilen. En dan had ik een vader die verbouwde op het land. Dus die ging tabak verbouwen. En tabaksbladeren, die kon je weer verkopen voor iets te eten. Een stukje kaas of boter of weet ik wat. En hebben jullie ook die hele tocht met in de hongerwinter? Hebben jullie toen ook, zeg maar, die mensen bij jullie langs gehad? Ja. Elke dag kwamen er mensen langs te voet uit Amsterdam. Zo ongeveer 60 kilometer lopen. En die bedelden om een boterham. En dan zei mijn moeder, een boterham, maar hierop eten. Anders was ze bang dat ze die boterham gingen ruilen voor een sigaret. Ze moesten hem hier, voor de deur moesten ze hem opeten. Nee, mijn moeder stuurde nooit mensen weg. En je had behalve de onderduiker, kwam ook de vader van de onderduiker zijn zoon opzoeken. En die bleef natuurlijk ook weer mee eten. En hoe kwam die naar Wervershoofd? Kijk, dat weet ik niet.
Want er was natuurlijk geen vervoer. Ik weet het niet. Zijn zus kwam ook. Was ook een aardige vrouw. Dat weet ik niet hoe ze kwamen en weer teruggingen. Je vroeg het ook niet, hè? Ze waren er. En we hadden een Amsterdams meisje dat laatste jaar. Want in Amsterdam was helemaal geen eten meer. Die kinderen werden allemaal uitbesteed aan mensen die nog te eten hadden. Dus in de dorpen. En die moeder kwam ook geregeld, ook een aardige vrouw. Maar ja, ook weer mee eten. En graag wat mee terugnemen natuurlijk naar huis. Dus wij hadden genoeg te eten, maar we moesten wel delen met iedereen. Dus de saamhorigheid was heel groot toen. Ja. Ja. En hoe lang bleef die? En die moeder die kwam niet, zeker? Nee, die moeder is nooit geweest. Nee, die ken ik niet. Zijn vader wel en zijn zus. Maar zijn moeder is nooit geweest. En dan bleven ze voor een nachtje? Ja, dan gingen ze weer. Hoe? Ik heb geen idee. Nee, maar dat ging dan toch ook wel een beetje in de gaten lopen. Dat er dan, want hij kwam uit Utrecht, toch, ja, Pim? Ja, ja. En die Osterhausen kwamen ook uit Utrecht. Ja. En op een gegeven moment, dan ziet, weet je wel, de vijand, zeg maar, ziet, ja, toch al die vreemde lui. Stel dat ze wel met een trein of bus kwamen. Ja, dat is dus heel bijzonder. Eén keer zag ik een Duitse soldaat langs het huis lopen. Ik was helemaal, ik denk, oh jee, als ze maar niet binnenkomt. Nee, die ging gewoon wandelen. Die Duitse soldaten, dat waren geen nazi's, die moesten ook op voor hun. En die moesten gewoon opkomen. Maar de meeste waren geen naties, alleen voor de ortscommandant in Medeblik waren we heel benauwd. Als die in het dorp was, dan moest je je zeer gedijst houden. Want dat was echt een natie, echt een SS'er. Hoe heette die? Dat weet ik niet. En heb jij toen ook niet eens verteld dat Pim een keer een hele nacht ook met een bootje is weggegaan, ja, vanwege onraad? Er was afgesproken, als wij 's nachts op de ramen tikken, dan moet je maken dat je wegkomt, want er is er een razzia. Nou, Pim zijn dikke winterjas aan. Wat hij meenam, dat weet ik niet. In de roeiboot. Weg. Want ze durfden 's nachts al helemaal niet op het water te komen, de Duitsers. Waar hij toen terecht gekomen is, ik geloof helemaal in Nibbikswoud. En de volgende dag dacht mijn moeder, die maakte zich heel bezorgd van waar zou Pim toch zijn, maar die komt maar niet. Nou, die kwam dan eindelijk weer terug. Die nacht waar hij heeft geslapen, ik denk in de boot of zo, ik heb geen idee. Maar ik kwam de volgende dag weer terug. Gelukkig. Het ging allemaal zo snel. Je ging bepaalde dingen niet achterna van wat heb jij daar gedaan of wat dan ook. We waren weer blij dat hij terug was. Nee, dat waren geen leuke jaren. Helemaal niet. Nee. 80 jaar geleden. Ja. Ja. 80 jaar geleden gaat. Ja. Inderdaad. Nou, 93. Ja, klopt. Zo. Maar bepaalde dingen staan me nog heel helder voor ogen. Dus niet allemaal wat ernaast kwam. Zo, de bijzonderheden. Maar wat er gebeurde, dat weet ik nog heel goed. Bedankt voor dit interview. Dank je. Graag gedaan.